Ongelooflijk zeg. Dit is de perfecte torenvalk-kijklocatie. Yeah. Ik heb eigenlijk geen verrekijker nodig. Nee. Hij zit zo mooi in de opkomende zon. Daar gaat hij. Dan gaat hij toch niet een tapuit pakken? Ik hoop het niet. Tapuiten die zitten 6 maanden in Nederland en 6 maanden in Afrika. Ja. En ongeveer begin april komen de eerste terug. Ja. Er zijn nog maar een paar plekken waar tapuiten broeden. De Noordduinen is er één van. Er zitten nu nog landelijk ongeveer op 250 paardjes. Oh. En ongeveer een 50 paar gemiddeld zitten in dit stuk duingebied. Oh. Dus het is echt een hele zeldzame broedvogel inmiddels. Inmiddels wel. Ja. Dus we zijn er hier verschrikkelijk zuinig op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er zijn er dus veel verdwenen. In april dan zijn ze volop aan het zingen. Ja. En dan zijn ze actief. En zodra er gebroed wordt... Oh, dan... ik zie een konijn. Dit heuveltje omlaag en dan omhoog en daar zit hij. Er zit er nog eentje daar bovenin ook. Zie je zijn oren. Oh, ja, hup. De aanwezigheid van konijnen is goed nieuws voor de tapuit. Konijnen leveren holen waar de tapuit in kan broeden. De tapuit broedt altijd in konijnenholen? In Nederland vrijwel wel, in de duingebieden tenminste. Er moeten wel konijnen zijn. Ja. Ze broeden in holtes. We gaan even hier door ja? dit... Dit is een holletje wat al meerdere jaren in gebruik is. Ja. Hey, nou zie ik hier een stok. Tapuiten die gaan graag op een uitkijkpuntje zitten. Okay. Dus gaat de tapuit erop zitten, dan kun je goed de ringetjes aflezen. Over de ingang van het hol komt gaas om te voorkomen dat de tapuiten ten prooi vallen aan roofdieren. Dat doe je dus tijdens het seizoen. Er zitten tapuiten op, die zijn aan het broeden. En dan komen jullie er even bij om dit dicht te maken. Ja. De tapuiten kunnen door de gaatjes, maar vossen bijvoorbeeld niet. Wat simpel dan. Hè? Ja. Het hol is nu niet meer in gebruik omdat de laatste broedpoging is mislukt. Ja, er is 1 ei ingelegd, weken geleden. God, dus het is wel een echt nest in Zeker. Een hol. Ze bouwen het van twijgjes, grassprieten. En uiteindelijk bekleden ze het met dols en konijnenvacht. Ja, wat een kunst, hè. Kijk, daar op die heuvel hier, op de duin, daar zitten 3 tapuiten nu met elkaar te bakkeleien. Oh, even kijken, welke heuvel... Oh ja, ik zie er een voor een hol. En helemaal bovenop. En nu daar rechtonder zit er ook nog een. Ja. Ja, die ene staat echt heel mooi. Ja, die zit mooi in de zon, hè? Ja. Dit mannetje, die verdenken we dat hij 2 vrouwen heeft. Dat hij 2 nestjes onderhoudt. Dat gebeurt ook wel. En hoe kom je daar dan achter? Nou ja, omdat hier maar een paar mannetjes zitten en we meerdere nestjes in beeld hebben. Ja, daar zit ook weer een tapuit, zand. Ja, dat zanderige stukje hier. Oh ja, ja, ja. Joh. En wat wij nu zien, hè, dit gedrag, wat doet hij nu? Nou, hij is ook aan het voedsel zoeken. Ik zie hem huppen. Ik zie hem, hoe jaagt hij dan? Hoe zoekt hij naar voedsel? Ja, rennend over de grond. Hij zoekt naar bodeminsecten, kevers, rupsen, ja. Sprinkhanen, spinnetjes... En zodra het gebied te ruig wordt, de verruiging, onder andere door de stikstof... en dat is eigenlijk in het hele Noordzee-kustgebied zo... is het te ruig geworden voor hun om voedsel te kunnen vinden. Dus met hogere begroeiing? Ja. Nu wordt er gemaaid om de vegetatie laag te houden... maar met genoeg konijnen hoeft dat niet. Nou, die graast dus het gebied kort. Het zijn dus niet alleen de holen waar de tapuiten in willen broeden... die ze nodig hebben, maar ook... hebben ze het konijn nodig als grazer, ja. Als korthouder. Ja. Kijk, oh, daar gaat hij naar beneden. Ja. Zit hij onderaan het stokje, hup, er weer op. Ze vinden dat heerlijk om op een uitkijkpunt de wacht te houden. Ik heb het vrouwtje nu niet gezien, dus ik... Ik vermoed dat deze nog geen jongen heeft.
Dus je ziet het vrouwtje niet, dus die zit permanent te broeden? Ja, permanent. Die komt eens in de 1 à 2 uur eventjes buiten. Een paar minuutjes fourageren. En dan duikt ze het hol weer in. Het mannetje brengt geen prooi voor de vrouw? Nee. Ze gaat zelf eten? Ja. Kijk, het vrouwtje zit nu bij het hol. Die komt ze een paar minuutjes buiten om wat te eten. Het mannetje die houdt het vrouwtje in de gaten. En als hij denkt van nu is het te lang buiten, dan jaagt hij het vrouwtje op en dan moet ze weer terug naar het nest. Moet ze weer broeden? Ja. Goh. Wat hebben we een geluk deze ochtend. Ja, het is ook super weer. Want we zien ze vliegen en jagen. Kijk, gaat hij weer naar zijn paaltje? Het is zo'n mooie vogel. Met dat maskertje. Het zijn net kleine bondieten. Kijken of er nog activiteit is bij het nestje van vorig jaar. Nou, die band, ja. Hij zit daar buiten. Al 16 jaar wordt elke jonge tapuit in de Noordduinen geringd. Ze zijn waarschijnlijk de dag na de vorige controle uitgekomen. 5 baby's. We hebben van strijkkralen kleuringetjes gemaakt, open gesneden. Lijm metaal of metaal lijm? Metaal lijm. Aan de hand van ons onderzoek waar die nesten zitten, kunnen we dus zien waar in de duin de vogels kiezen om te gaan broeden en waar we dus nog het beheer moeten gaan verbeteren. Dus we zien dus dat nu we nesten beschermen tegen die vossenpredatie, zien we dus de populatie weer toenemen. Ze hebben geen last van die ringen. Het is alsof je een horloge of een ring omdoet. Dat voel je even één dag en daarna ben je het weer vergeten. Dan meten we vleugel. 26. Aan de hand van de vleugel weten we de leeftijd van de vogel. En met het gewicht erbij weten we iets over de conditie van het kuikentje. 17,0. Dus dat is een mooi gewicht, want de oude vogels zijn 20, 22 gram. Nou, dan mag de ukker weer terug. Als ze ietsje groter zijn, dan lopen ze gewoon zelf terug. Maar nu leg ik ze mooi terug in het nestkommetje. Dan zitten ze mooi weer warm. Zo, dan zitten ze weer lekker warm en droog.